Leiderschap komt je niet aanwaaien. Het vraagt inzet, discipline en al je aandacht. Je wordt opgeleid tot militair. En of je nou koning bent of Jan met de pet. Ja. Nee, dat moet allemaal gelijk staan. Is dan een relatie met de koninklijke familie genoeg voor een speciaal traject? Dat zou kunnen. Oké. Waarom zou dat kunnen? Het zit in je, maar dat betekent niet dat het er vanzelf uitkomt. Is er ook niet bijvoorbeeld een kort traject dat ik dan kort officier zou kunnen worden of deels op uitzending mee zou kunnen gaan? Nee, dat kan niet. En wat nou als mijn opa Pieter van Vollhoven is? Zo word je de leider die jezelf zou volgen. Je moet het maar kunnen. Vrienden, deze week een groot verhaal. Een belangrijk verhaal, namelijk een verhaal over ons koningshuis. De koninklijke familie, onze krijgsmacht, vreemde bevorderingen en een bliksemcarrière. We gaan het hebben over hoe Defensie leden van onze koninklijke familie al generaties lang voor lijkt te trekken. Niet alleen vroeger, maar ook vandaag. Nou, en dat verhaal begint bij een van de grootste Nederlandse schandalen van de vorige eeuw, namelijk de Lockheed-affaire. De New York Times meldt op de voorpagina: een Nederlands official betaald door Lockheed. Lang verhaal kort, prins Bernhard, de partner van onze toenmalige koningin Juliana, nam in de jaren 60 van de vorige eeuw steekpenningen aan van een Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Met andere woorden, prins Bernhard was corrupt. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed. Ja, prins Bernhard was corrupt, maar ook een liefhebber en fervent drager van zijn krijgsmachtuniform. Hij had tot op dat moment een hele stapel rangen bij verschillende onderdelen van onze krijgsmacht. Maar als gevolg van de affaire wordt hij ontheven uit zijn militaire functies en krijgt hij een uniformverbod. De veteraan der veteranen was in het openbaar geen militair meer. En dan, 15 jaar later in 1991 verschijnt prins Bernhard in, jawel, uniform hier op vliegbasis Soesterberg om te vieren dat hij 50 jaar piloot is. De hele affaire lijkt opeens uit ons collectieve geheugen verdwenen. Maar het blijft niet bij Bernhard als het aankomt op de twijfelachtige band tussen de koninklijke familie en onze krijgsmacht. Van bezorgde tipgevers binnen Defensie horen wij namelijk: iets soortgelijks speelt ook vandaag de dag nog. En in tijden waarin het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog oorlog is op ons continent, Europa, is daarom de vraag deze uitzending: waarom gebeurt dit en is dit een goed idee? Samen met journalist Diebertje Kuipers van Vrij Nederland zochten wij dit uit. Daar gaan we. Ja, we pakken de koninklijke stamboom er even bij en we beginnen bij dit lid van het koninklijk huis. Pieter van Vollhoven, schoonzoon van prins Bernhard en de man van prinses Margriet van Oranje-Nassau. Nou, Pieter van Vollhoven heeft een lange geschiedenis bij Defensie. Eerst op een juridische afdeling, later als reservist. En dat betekent dat je parttime op oproepbasis bij de krijgsmacht werkt. Van Vollhoven ging nooit mee op uitzending. In april 2019 wordt hij wel benoemd tot commodore titulair. Met een van de 19 april 2019 tot commodore personeel professor meester P. van Vollhoven. Onze minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit. Het doet het wel heel gemakkelijk om de rangen te verwijderen. Op papier is Pieter van Vollhoven dan opperofficier en hij krijgt deze titel vanwege de, quote, bijzondere bijdrage die hij de afgelopen 45 jaar heeft geleverd aan de Nederlandse krijgsmacht, de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Dit vanwege zijn inzet voor veiligheid met gevraagde en ongevraagde adviezen en zijn, komt ie, warme menselijkheid. Kwaliteiten die passen bij een opperofficier. Al dus commandant van de luchtmacht Dennis Luit, die van Vollhoven bevorderde. Een bevordering waar doorgaans veel meer voor nodig is. Ja, Pieter van Vollhoven wordt hier dus bevorderd door commandant Luit. Mm-hmm. Vanwege zijn warme persoonlijkheid en ongevraagde adviezen. Maar ja, er is meer. Absoluut, ook een hele goede reden hoor, ja, heb ik hier voor je. Voor de verhoudingen thuis op het Loo was het overigens ook niet slecht. Van Vollhoven was tot vrijdag immers in rang gelijk met zijn zoons Maurits en Pieter Christiaan. En aan die onbevredigende situatie moest een einde worden gemaakt, want het gezag van Pieter moest worden hersteld. Maar dat is dus, als jouw moeder hier ook zou werken en ja, eindredacteur is, dan moet ze bij de directie komen die zegt, ja, dit kan niet. Als jullie thuis zitten, als we thuis aan het eten zijn, is het zo ongemakkelijk. Ja, jij wordt hoofdredacteur. Precies. Ja, nou, het slaat nergens op, hè? Nee.
Gelijktrekken met zijn zoons dus. En over die zoons van Pieter van Vollenhoven gesproken. We trekken de stamboom van prins Bernhard nog een generatie verder. En dan komen we uit bij deze man. Dat is Pieter Christiaan Michiel, prins van Oranje-Nassau van Vollenhoven. De zoon van Pieter van Vollenhoven, die je net zag. Nou, die Pieter Christiaan heeft ook nauwe banden met Defensie. Begin jaren 90 vervult hij zijn dienstplicht bij de koninklijke marechaussee. Hij gaat weg en een paar jaar later, in 2004, komt hij terug. En wordt hij medewerker bij de directie operaties. En daar gebeurt iets opvallends, let op. Want in 2005 krijgt Pieter Christiaan van zijn baas bij de marechaussee een opdracht. Namelijk, maak een functieomschrijving voor nieuwe medewerkers voor een stel Nederlandse ambassades over de hele wereld. Zogeheten liaisons. In normale taal, de marechaussee wil op Nederlandse ambassades een afgevaardigde vanuit Defensie hebben. En Pieter Christiaan mag bedenken hoe die functie er dan uitziet. Nou, dit is een reactie op de toenemende terroristische dreiging in de nasleep van de moord op Theo van Gogh, een jaar eerder. Goedemiddag, regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Maar Pieter Christiaan blijkt gaandeweg in dit proces drie petten op te hebben. Want hij mag 1. De functieomschrijving bedenken. 2. En dat is niet gangbaar binnen Defensie. We zien in stukken dat hij ook een adviserende rol heeft over wie die banen dan moet krijgen. Extra gek is dat die adviserende rol ook iets meer blijkt te zijn dan een adviserende rol. Komen we zo nog even op terug. En hij blijkt ten derde ook nog iets te zeggen te hebben over wie welke rang en het bijbehorende salaris krijgt. We gaan even kijken naar hoe dit proces ging bij de functie in Londen. Maar voordat je dat gaat zien is het belangrijk om te weten dat sommige van die afgevaardigden de rang majoor kregen en de rest kapitein. En een majoor is hoger dan een kapitein en verdient ook meer geld. Let op. Ja, hier even een tijdlijntje aan de hand van stukken die wij in bezit hebben. Kijk, november 2005. Pieter Christiaan stelt voor om binnen die nieuwe functie onderscheid te maken in rang. Namelijk die van majoor en die van kapitein. Nou, de bazen van Pieter Christiaan gaan niet helemaal mee in die tweedeling. Dat weten we omdat hij later op de vingers wordt getikt door een collega van personeelszaken. Want waarom zet hij een paar liaisons op de rang van kapitein en een paar op majoor? Ze moesten toch allemaal majoor worden. Nou goed, even naar die nieuwe functie in Londen. Want hier wordt het echt interessant. Wat blijkt namelijk uit die stukken? Pieter Christiaan heeft voor deze functie die hij zelf voorgesteld heeft ook al een kandidaat in gedachten. Iemand waarmee hij vroeger direct heeft samengewerkt. En als deze beoogde kandidaat de baan krijgt, welke rang krijgt hij dan volgens de constructie van Pieter Christiaan? Juist, de hogere rang. Die van majoor. Nou, bijna een jaar later, september 2006, daar zien we dat Pieter Christiaan wel heel vastberaden te werk gaat. Hij mailt namelijk iemand op de ambassade in Londen dat hij alvast langskomt met de beoogde kandidaat, die hij opvallend genoeg al een majoor noemt. Hij vraagt ook of er een hotel geboekt kan worden voor hem en die beoogde kandidaat, die dus al majoor is. Nou, en dat is hoogst ongebruikelijk, want uit een overleg tussen meerdere ministeries blijkt dat bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken zich afvragen of er überhaupt wel iemand in Londen nodig is. Hun conclusie: er is geen duidelijke meerwaarde en ze zien geen eventuele plaatsing op korte termijn. Maar, verrassing, de beoogde kandidaat krijgt toch de baan in Londen. Pieter Christiaan heeft succesvol een sollicitant voorgesteld als een collega met dito salaris voor een functie die eigenlijk niet nodig is. Pieter Christiaan krijgt hier dus zijn zin, ook als zijn meerdere het daar niet mee eens zijn. En de vraag is dan natuurlijk een beetje, wat zou Pieter Christiaan eraan hebben als die tweedeling tussen majoor en kapitein er is? Waarom zou hij sommigen in een lagere rang willen houden? Want wat wint hij daarmee? Of is het ergens misschien een cadeautje voor een oude vriend? Het probleem is één persoon, namelijk Pieter Christiaan van Oranje. Gaat hier over functieomschrijving, over rangtoekenning, recrutering, inwerken en slaat besluiten van zijn baas en andere ministeries in de wind. Ondanks tegenspraak wordt hij niet teruggefloten. Hij krijgt zijn zin en eindstand zijn er dus 4 militairen die per maand 1000 euro minder betaald krijgen voor precies hetzelfde werk. En wat de bevorderde majoors met meer salaris dus gemeen hebben is bijvoorbeeld dat ze eerder nauw met Pieter Christiaan hadden samengewerkt. Of dat ze door hem alvast waren voorgesteld op de ambassades. Of, en dit horen we van een zeer goed ingelichte ingewijde, dat hen de rang van majoor van tevoren al was beloofd. Door Pieter Christiaan. Is dat eerlijk? Nee, natuurlijk niet. En dat vond ook een stel kapiteins uit dit verhaal. Waarom krijgen zij een lagere rang en dus ook minder salaris? Zo'n 1000 euro per maand voor hetzelfde werk.
Nou, na lang procederen buigt de hoogste ambtenarenrechter daar zich over in 2011. En die zegt daar, geheel op eigen initiatief, twee hele belangrijke dingen. 1. Hij zegt, ja, dit is inderdaad gek. Defensie moet zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen, want het is in strijd met goed werkgeverschap. En hij zegt ook dat Defensie zelfs de rechtbank bij herhaling onjuist heeft geïnformeerd over de stand van zaken. Met andere woorden, de rechter kan zijn werk niet doen. Het is niet na te gaan waarom de majoors majoors werden en de kapiteins kapiteins. Nou, volgens onze ingewijden vertelde Defensie hem dat dit nou eenmaal de gang van zaken is en, we parafraseren, de handen van Defensie gebonden waren als het gaat om de koninklijke familie. En dus ook als het gaat om de wil van Pieter Christiaan. De Centrale Raad zegt dat ze niet de informatie hebben gekregen waarom ze hadden gevraagd. Het is niet te weinig of slordig of wat dan ook, maar gewoon niet. Dat doet ook vermoeden dat er echt iets niet in de haak was bij die bevordering van die vier majoors. Ook wat er naderhand is gebeurd, dat er toen op stel en sprong ineens die andere vier, degenen die ontevreden waren, dan ook maar zijn bevorderd. Dus dit ziet er groezelig uit, om het zo maar eens te zeggen. Ja, in het kader van wederhoor sturen we het ministerie van Defensie een set vragen en geven ze een aantal dagen de tijd om te antwoorden. Hey Tim, goed dat je terugbelt. Ja. Ik werd vanmorgen of vanmiddag, ik weet het al niet eens meer, werd ik opgebeld. En die zei van, god, we moeten een aantal dingen moeten we uitzoeken. Het zijn pittige vraagjes die jullie stellen. Ja. Maar daar moet ik wel even tijd voor nemen natuurlijk. Ja. Dus ik denk, ik bel gewoon de redactie. En ik vraag even gewoon, is het mogelijk om dat later te doen? Want anders hebben we gewoon echt een uitdaging. Dus laten we zeggen woensdag 12. Ja, oké. Okay. En dan woensdag 12 uur. Prima. We kijken hoe ver we komen, maar dat geeft ons wat meer lucht. Ah. Ja, mijn geweld. Ja, zeker. Wij hebben afgesproken dat jullie vandaag voor 12 uur wederhoor zouden geven. Of die komt en waar die blijft. Ik ben met de laatste zinnen bezig en dan stuur ik het je toe. Dus ik verwacht dat binnen nu en een kwartier te kunnen doen. Oh, helder. Goed, dankjewel. Ja? Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag. Nou, met enige vertraging krijgen we schriftelijk antwoord terug van Defensie. Daarin zegt het ministerie dat zij niet bekend zijn met het feit dat prins Pieter Christiaan tegen een besluit van zijn leidinggevende in heeft gehandeld. Iets wat wij zwart op wit hebben. Ook wordt er gelogen over de reis van Pieter Christiaan naar Londen. Defensie zegt dat Pieter Christiaan nooit een beoogde kandidaat heeft meegenomen. Uit documentatie die wij in handen hebben blijkt dat dat wel het geval is. Nou, als wij dat melden aan Defensie, corrigeren zij zichzelf opeens en schrijven ons dat de mails die wij hebben onterecht zouden suggereren dat desbetreffende majoor nog kandidaat was voor desbetreffende baan. Dat zou eerder al besloten zijn. En op vragen over de jarenlange rechtsgang wordt door Defensie ontwijkend geantwoord. Dat de rechtsgang een slepend juridisch gevecht is geworden door een gebrek aan medewerking en stilzwijgen vanuit Defensie, zoals de rechter dat toen de tijd ook zei, wordt niet benoemd. Deze rechtsgang noemt Defensie verder een gangbare procedure. Ook opmerkelijk, waar Defensie doorgaans alles grondig onderzoekt bij vragen, blijkt dat deze keer niet het geval te zijn. Hij heeft verklaard dat daar geen mensen beoogde kandidaten of mensen die in sollicitatieprocedure zo zaten, dat hij die heeft meegenomen. Okay. Dus als ik het goed begrijp, heeft Pieter Christiaan dat tegen jullie gezegd en dat hebben jullie weer naar ons gestuurd. Ja. Kort samengevat, Defensie heeft in plaats van gedegen intern onderzoek doen gebeld met Pieter Christiaan en gevraagd hoe zit dit? Nou, dit hebben zij klakkeloos opgetekend en zijnde de waarheid naar ons opgestuurd. Was dit het dan? Nee, er is meer. En dat brengt ons bij vandaag de dag. En we beginnen daarvoor bij een groep oorlogsveteranen. Het is vandaag 5 mei. Ja, mooie 5 dag. Mooie dag, belangrijke dag. Ook voor Defensie. Hierachter komen vandaag dan ook allemaal veteranen bij elkaar. Allemaal mensen die op missie zijn geweest voor Defensie. We hebben eigenlijk maar één vraag aan hen. Hoe zouden zij het nou vinden als binnen hun compagnie iemand geplaatst werd die mogelijkerwijs voorgetrokken wordt omdat hij bijvoorbeeld van Oranje of van Vollenhoven heet? Met andere woorden, van het Koninklijk Huis of de Koninklijke Familie is. Willen we weten? Meer hoeven we niet te weten vandaag. Eén vraag.
stel, toen u nog in dienst als militair was, iemand binnen de compagnie wordt geplaatst en die wordt voorgetrokken omdat hij van de koninklijke familie is. Wat zou u daarvan vinden? Dat is niet fijn. Nee, en niet terecht ook. Shit. Waarom? Dat je allemaal één bent binnen die eenheid, binnen die compagnie. Ja. Allemaal één. Ja, he, want je moet op elkaar terug kunnen vallen. Ja. En vooral als er bijvoorbeeld gewonden zijn of er gebeuren hele heftige dingen rondom je heen. Dan is degene die bij jou in de auto zit of jouw baas of de clubje, dat is degene waar je op terugvalt. Als er iemand meegaat op missie die geen vaktechnische, geen VTO heeft, geen vaktechnische opleiding. Mm. Maar die krijgt wel een verantwoordelijke positie. Is dat logisch? Nee, daar zou ik wel moeite mee hebben. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Je moet toch wel een beetje vakkennis hebben. Ja, een beetje hebben. Verstand hebben van hetgene wat je doet. Ik bedoel, laat ik een kort voorbeeld geven. Ik ben timmerman geweest, oorspronkelijk van beroep. Ik kreeg twee jongens onder mij. Daar werd van gezegd dat ze timmerman waren. Wat bleek nou? De ene was bakker en de andere was slager geweest. Die had nooit van zijn leven een hamer en een zaag vast gehad. Dan kun je niet meer werken. Ja, ik heb mijn opleiding ervoor gehad en als hij daar gedropt wordt en hij krijgt ineens een hogere rang, ja, daar zou ik wel wat moeite mee hebben, denk ik. Ja. Nou, ik denk wel. Verdienen. Ja, precies, dat is het wel. Respect moet je verdienen. En dan ben je zo iemand zomaar erin gegooid. Nee, ja, en leiding geven, daar heb je wel wat skills voor nodig, denk ik. Ja. Ik weet niet wat daarvoor natuurlijk qua ervaring, opleiding daar al in gestoken is. Dat weet ik natuurlijk niet. Helemaal niks. Je wordt opgeleid tot militair en of je nou koning bent of Jan met de pet. Ja. Nee, dat moet allemaal gelijk staan. Ja. Ik moet op hem kunnen bouwen zoals hij op mij kan bouwen. Precies. Ik moet ook weer op hem kunnen bouwen. En anders werkt het niet. Nee. Omdat juist een militair zijn, en dat is denk ik ook hetgeen wat wij als veteraan zo ervaren, is die kameraadschap en die eenheid, die groepseenheid, die mis je als daar een soort spanning is, op wat voor manier dan ook. En dan creëer je dus onveiligheid binnen onveiligheid. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, stel, je bent dus van de koninklijke familie en alles wijst erop dat je daardoor een streepje voor hebt als je net komt kijken bij de landmacht. Oneerlijk, onveilig en slecht voor het groepsgevoel, horen we net. Maar precies dit scenario brengt ons nog een generatie verder in de afstammelingen van Prins Bernhard, namelijk bij Lucas van Lippe-Biesterveld van Vollenhoven, de kleinzoon van Pieter van Vollenhoven en het neefje van Pieter Christiaan. En ook hij zat bij de krijgsmacht en ook daar zijn wat vraagtekens bij te plaatsen. Ja, let op. We gaan het hebben over de bliksemcarrière binnen Defensie van Lucas van Vollenhoven. Vanuit meerdere bronnen horen wij namelijk het volgende. Lucas is op zijn 18e al officier bij de landmacht. Tweede luitenant om precies te zijn. Nou, met die rang en het bijbehorende salaris gaat hij begin dit jaar op uitzending naar Irak. Maar de snelheid waarmee hij de carrière ladder beklimt zorgt bij sommige collega's binnen Defensie voor scheve gezichten. En het roept vragen op, zo ook bij ons. Kijk, wat we weten is dat Lucas in april van 2020 zijn VWO-diploma krijgt. En een paar maanden later, in augustus, start hij met zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij is dan 17 jaar oud. Nou, nog geen jaar later, in juli 2021, is Lucas 18 jaar en officier in de rang van tweede luitenant. Hij staat dan in het systeem bij Defensie als commandant infanteriepeloton. Nou, onze eerste grote vraag is nu dan ook, op die leeftijd zo snel officier worden, is dit ook het pad wat een gewone sterveling vers van het VWO kan bewandelen? Nou, dat hebben we even gevraagd aan de helpdesk van Defensie. Zou ik dan ook binnen een jaar officier kunnen worden? Nee. Nee, dat nee. Nee, de officieropleiding, je bent niet klaar binnen een jaar. Oh, ik denk dat je ook het beeld van binnen een jaar officier zijn, moet je eigenlijk gewoon vergeten. Zo werkt het niet bij ons. Zou dat wel kunnen of zo? Of op een andere manier nog? Of? Nee. Het antwoord is dus nee. Dit pad is voor een normale sterveling niet te bewandelen. Want de opleiding tot officier duurt of zo'n 4 jaar of 1,5 jaar. En het kan dus niet zo snel als dat het bij Lucas ging. Hij deed het namelijk in maximaal 11 maanden. Aldus ook zijn LinkedIn. We moeten het over nog iets anders hebben, want Lucas heeft namelijk tijdens zijn opleidingstraject geen VTO gedaan. Dat is een vaktechnische opleiding. Kort gezegd, hij heeft dus geen vakinhoudelijke skills als officier. Nou, zonder die skills wordt Lucas door Defensie geplaatst bij de Koningscompagnie. En die compagnie gaat begin dit jaar op missie naar Irak.
In Irak levert Lucas samen met andere militairen een bijdrage aan de anti-IS-coalitie. En daar willen in de buurt nog wel eens raketten vallen. Dit is gewoon heel serieus. Nou, hij heeft daar de rol van tweede luitenant, een officiersfunctie, en dus op papier een leidinggevende functie. Maar wij horen, in de praktijk heeft Lucas wel de rang, wel de strepen, wel het salaris, maar niet het gezag. Hij zou meekijken over de schouder van een ervaren collega en wordt door andere collega's in dat opzicht niet voor vol aangezien. Maar hij zou wel op een verantwoordelijke post zitten. Hier nog even een keer wat de veteranen zeggen over een situatie zoals deze. Dat is niet fijn. Daar zou ik wel wat moeite mee hebben, denk ik. Ja. Shit. Nou, Lucas maakt opvallend genoeg de uitzending niet af. Terwijl de collega's binnen de Koningscompagnie in Irak blijven, vertrekt hij weer naar Nederland. Om vervolgens door te reizen naar Brussel om stage te gaan lopen bij de NAVO. Dus in 2 jaar tijd heeft Lucas een militaire opleiding gedaan, werd hij officier met bijbehorend salaris, ging hij mee op missie naar Irak en begon hij bij de NAVO. En dan moet Lucas nog 20 worden. En dat voelt oneerlijk voor zijn collega's en het lijkt ook precies in te druisen tegen het imago wat Defensie wil. Wie wil je worden? En jij? Wat is jouw kracht? Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Kijk, Lucas kan hier zelf niet zoveel aan doen. Defensie verschaft hem deze route. Lucas bewandelt die. Dus de vraag is daarom des te meer, hoe kon dit nou gebeuren? En waarom zou Defensie dit willen? Maar die casus van Lucas vond ik ook wel heel bijzonder. Want waarom doe je niet gewoon die vaktechnische opleiding? Gewoon, want daar gaat het om. Dat maakt jou tot officier. Dat je dus leiding kan geven en dus ook weet, materiaalkennis en kunde hebt op een aantal terreinen. Zodat jij echt leiding kunt geven. Ook op een manier die deskundig leiding geven is. Ja, als je dat achterwege laat, laat je het vermoeden op je dat je eigenlijk alleen maar om die titel te doen is. Ja, ook de casus Lucas hebben wij voorgelegd aan Defensie. We kregen uitgebreid antwoord waarvan het volgende het meest opvallend was. Defensie schrijft ons: na het behalen van zijn VWO-diploma heeft de heer van Lippe-Biesterveld gevraagd of het mogelijk was om zich voor een korte periode in te zetten voor de krijgsmacht. Vanwege het belang dat Defensie toekent aan de historische relatie met de koninklijke familie, heeft de koninklijke landmacht voor hem een traject opgesteld voor een aanstelling als reserveofficier. Dat betekent dus 3 dingen. 1. Waar de gemiddelde Nederlander gewoon moet solliciteren bij Defensie, kan Lucas gewoon contact zoeken om zich voor korte periode in te zetten voor de krijgsmacht. 2. Lucas zou reserveofficier zijn. Reservist dus. Alleen, even verderop in het wederhoor schrijft Defensie over Lucas op uitzending naar Irak. Aansluitend heeft hij de actieve dienst verlaten en is zijn aanstelling omgezet naar een reservistenaanstelling. Met andere woorden, Lucas was dus wel degelijk in actieve dienst. Zonder, en dat wordt ook gezegd, vaktechnische opleiding. En 3, omdat Lucas van de koninklijke familie is, kan er voor hem een speciaal traject opgesteld worden. En om duidelijk te maken hoe niet gangbaar dit binnen Defensie allemaal is, deden wij ons voor als een scholier die bij het leger wil. We belden met iemand van personeelszaken van Defensie en legden hen hun eigen woorden voor. En dat was verhelderend. Ben je klaar, Lucas? Ja. Lucas vanaf nu. Contactcentrum Defensie, goedemiddag, gesprek met... Wat kan ik voor dan? Hoi, goedemiddag, je spreekt met Lucas. Ik belde even met een vraagje. Ik ga binnenkort namelijk mijn eindexamens doen op het VWO. En ik ben een beetje aan het kijken wat ik daarna wil gaan doen. En nu wil ik me heel graag bijvoorbeeld na de zomer voor een korte periode inzetten voor de krijgsmacht. Mm-hmm. Is dat mogelijk? Oké, sorry, mijn excuses. Je zou jezelf voor een korte periode willen inzetten? Ja. Ik weet niet wat je vooropleidingen zijn en dergelijke, bijvoorbeeld. Ja, ik kom nu rechtstreeks vanuit VWO dan gewoon. Dus ja. Daarna heb ik nog niks gedaan. Nee, precies. Nee, maar dan zou je gewoon kunnen gaan kijken van oké, welke functies zijn er voor VWO? Er zijn natuurlijk verschillende functies waarin je ook dan weer bepaalde opleidingen ook daarin weer kan gaan volgen. Is er ook niet bijvoorbeeld een soort maatwerk waardoor ik een soort kort traject kan volgen? En dat ik dan kort officier zou kunnen worden of deels op uitzending mee zou kunnen gaan? Nee, dat kan niet. Oké.
Nee, dat is niet mogelijk. En wat nou als mijn opa Pieter van Vollenhoven is? Dan zijn daar nog steeds de gewone eisen voor. Oké. Okay. Die voor iedereen geldt. Ja, maar het helpt niet als mijn opa dan Pieter van Vollenhoven is. Nou, mijn idee is gewoon dat voor iedereen dezelfde eisen geldt. Oké. Okay. Ja, nou, dat is goed om te weten. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Succes. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. Oh mijn god. Dus even resumerend. Ze hebben een speciaal programma gemaakt voor Lucas vanwege de banden met Koningshuis / Koninklijke Familie. Ja? Maatwerk. Maatwerk, maar dat kan je alleen krijgen als je Lucas van Vollenhoven bent. En de top van de Defensie vindt er wat van, want als je gewoon met Defensie belt kan dit, dan kan het niet. Nee, dan wordt het niet te kunnen in ieder geval. Goed, hier wordt dus bevestigd door Defensie, het traject van Lucas bestaat eigenlijk niet. Zelfs niet als je de kleinzoon van Pieter van Vollenhoven bent. Alleen, het gebeurt dus wel. En met deze info en het verhaal over de rest van zijn familie op zak gaan we op naar Den Haag. Want wat heeft onze minister van Defensie, Kajsa Ollongren, hier eigenlijk over te zeggen? En goed om te weten, op het moment dat deze opnames zijn, is het ministerie van Defensie al 2 weken bekend met ons verhaal. Let op. Hallo, natuurlijk. Hallo. Een vraagje voor het specifieke onderwerp. Konden jullie dat doorgeven of niet? Waarvoor het is? Waarom eigenlijk? Nee, gewoon de info voor de FD, dat ze weten waarvoor het is. Wij komen voor Ollongren. Oh, voor Ollongren, oh, ja. Oké. Okay, ja. Zou zij dan nu helemaal gebriefd gaan worden over dit dossier? Zou ze nu helemaal gebriefd gaan worden? Denk ik wel. We komen vandaag voor Ollongren. En wat we willen weten eigenlijk is de band tussen de koninklijke familie, koninklijk huis, dat pakket en Defensie. Hoe zit dat? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo belangrijk? En kan het er misschien voor zorgen dat je een voorrangspositie hebt? Of je nou Pieter Christian, Pieter bent of Lucas? Het lijkt erop van wel, hè? Het is zo. Ja, precies. Slachtoffer vandaag? Ik weet niet of dat een goede bewoording is. Ah, nou ja, vind ik wel. Hallo. Ik ben woordvoerder van mevrouw Kaag. Dus de Kaag, die moet jij niet hebben, denk ik. Nee. Iemand anders? Ollongren, graag. Ah, ja. Ik geef het tegen door. Iedereen is helemaal... Oh ja? Ja. Tim staat voor de deur. Oh nee. Dus die kan je in zak steken. Ja. Dat heb je goed gedaan. Gaan we doen, dankjewel. Ja. Mevrouw Ollongren. Hallo, hi. We zijn van het programma Boots. We hadden wat vragen over Defensie en Koningshuis. Heeft u gehoord dat wij daarmee bezig zijn? Ja, ik heb gehoord dat jullie mee bezig zijn. Wilt u daar alvast wat over zeggen of niet? Ja, wij willen weten waarom mensen vanuit het Koninklijk Huis of de Koninklijke Familie voorgetrokken worden binnen Defensie. Nou, dat is niet zoals ik het zie. Dus... Nou, ik wil er even doorheen lopen met u ook. Maar dat heeft al niet zo vreselijk veel zin, denk want ik wel, die details ken ik niet. Nee, maar het gaat ook over hoe Defensie ons te woord staat. Dat hebben ze in principe netjes gedaan. Mm-hmm. Een van de zaken, dat gaat over Pieter Christian. Ik weet niet of u dat meegekregen heeft. Nou, wat ik al zei, de precieze details, die kan je van mij denk ik niet vragen. Maar wel van de organisatie. Nee, waar het ons om gaat is dat wij een zaak maken, waaronder over Pieter Christian. Zij zeggen wij gaan dit uitzoeken. En wat zij doen is vragen aan Pieter Christian hoe dat zit. Hun zaak. Ja. Dus zij laten hem eigenlijk het antwoord dicteren. Is dat gangbaar? Nee, zeker niet. Dat lijkt me niet te bedoelen. Maar waarom gebeurt dat dan? Nou, ik weet niet of dat gebeurt. Ja, wij weten dat wel. Juist niet mijn beeld. Nee. Ja, maar dan zal ik dat vragen in mijn organisatie. Maar uiteraard moeten we gewoon baseren op de eigen informatie. Ja, oké. Okay. Ik heb, als het gaat over Lucas van Vollenhoven. Dat is een kleinzoon van Pieter van Vollenhoven. Koninklijke familie, dus niet koninklijk huis. Ik quote Defensie. Vanwege het belang dat Defensie toekent aan de historische relatie met de koninklijke familie, heeft de koninklijke landmacht voor hem een traject opgesteld voor een aanstelling als reserveofficier. Die heeft niet hoeven solliciteren. Die wordt binnen 11 maanden luitenant. Tweede luitenant. U zegt het, nogmaals, de details ken ik niet precies. Ik vertel het u nu. Ja. Hoe klinkt dat voor u?
Ik vind dat je nogmaals, als je een speciaal traject voor iemand doet, dan moet je dat goed kunnen uitleggen. Is dan een relatie met de koninklijke familie genoeg om iemand, zoals Lucas van Vollenhoven, een speciaal traject aan te bieden? Er kunnen heel veel redenen zijn om bijzondere trajecten voor mensen te doen. Ja, maar zeker, hier staat... Zeker niet alleen mensen van de koninklijke familie. Maar hier staat dat dat de koninklijke familie is. Nou, dat kan ook een reden zijn. Dat is uw antwoord. Dat kan een reden zijn voor een speciaal traject. Dat zou kunnen. Kunt u die, nou, kunt u die geven? Er kunnen toch tal van redenen zijn. Ja, maar geef mij dit zijn. Nou, omdat mensen bijvoorbeeld een bepaalde expertise hebben. Heeft hij niet. Nee, maar oké. Maar weet je... Nee. Ik ga nu niet... Nogmaals, ik ken de details niet zo goed als die blijkbaar hier op papier staan. Maar die geef ik u nu toch hier? Nee, u bent minister. Ja. Maar ik ga wel weg nu. En als je een afspraak wil erover, dan mag dat. Maar ik ga nu wel weg. Kan ik u volgende week dan een aantal vragen hierover stellen? Misschien, als ik dan wel hieruit. Ja. Oké. Okay. Maar ik vind het toch opmerkelijk dat u zegt... Het kan wel. Er zijn een aantal dingen waar je aan moet voldoen. En u geeft er één. Die is niet zo. Geef me er dan nog een paar. Ja. Het is uw departement, toch? Zeker is, mijn departement. Ja. Ik wil daar die voorwaarden voor weten. Ik zeg, als er je iemand een bijzonder traject in wil laten gaan, dan moet je er een goede reden voor hebben, dan moet je er een goede afspraak over maken. De reden is hier koninklijke familie. En daar moet je aan de voorkant heel duidelijk over zijn. Dus koninklijke familie is genoeg voor een speciaal traject. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Defensie. Want dit is gebeurd in een periode waar ik geen minister was. U bent verantwoordelijk. Geef me even de kans om dat te zeggen. Nee, trouwens, Lucas van Vollenhoven, dat is afgelopen jaar gebeurd. Ja, wanneer dan? Dat is nu aan de hand. Hij is net op uitzending geweest. Oké, okay. Nou, maar ik laat me uitzoeken. Ik zei al aan het begin, ik weet het niet precies. Kan ik u volgende week hierover spreken dan? Ja, als ik het dan goed heb uitgezien, dan. Okay, kijken wat we kunnen. Waarom kunt u dat niet gewoon tegen mij zeggen? Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Mag ik... U was? Klaas. Nou, u staat ernaast. Waarom zeg je dan niks? Nee, Klaas, ga... Nee. Klaas, maar wacht even, Klaas, want jij weet het wel. Dit is jullie antwoord. Dit is jullie antwoord. Waarom niet nu? U staat hier nu. Ja, maar... met minister mee. Ja, sorry. Wat zijn dan de voorwaarden, Klaas? Jij weet het wel. Wat zijn dan de voorwaarden? Ah, jongen. Resumerend. Ze willen niet antwoorden. Nee. Ze weten heel goed hoe het zit. Ja, maar we moeten even eruit halen wat er nou gezegd wordt. Ja. Zij zegt namelijk wel... Een speciaal traject kan... Een koninklijke familie zijn kan een reden zijn voor een speciaal traject. Ja, dat gaat ze wel toe. Maar dat noemen ze dan geen voortrekken? Dat is dan weer dat anders? Dat is dan geen voortrekken. Maar let wel. Ten eerste is koninklijke familie niet koninklijk huis. Nee. Koninklijke familie staat veel verder van de Oranjes vandaan. Hij heet ook niet Van Oranje. Nee. Zou al geen reden moeten zijn, maar afijn. Ja. Dit is gewoon een jongen die in een rijk nest geboren is. Heeft gewoon gebeld, hallo. Hallo, ik wil bij de familie. Ja. En leg dan goed uit, waarom willen we dit? Zij zegt, ik moet transparant zijn. Ja. Maar ze weten weer niet is het goed voor Defensie? Zitten jullie nu thuis? Denk je, nou, Lucas zit bij Defensie, dan wil ik ook bij Defensie. Ja, precies. Of Defensie, dat schat ik extra op waarde, want Lucas is daar tweede officier. Is toch raar? Die Klaas staat hier gewoon bij, hè? Die onze vragen beantwoord heeft. Oké. En toen ze een lijstje op ging noemen, nou, als je bij de koninklijke familie zit, zijn er een aantal redenen waardoor je een ander traject zou krijgen. Expertise, die is er niet. Ja. Lucas was 17, kwam die van het VWO, die heeft Defensie gebeld. Ja, ik wil jullie voor mij een maatwerk opstellen. We hebben het allemaal gezien. Ja. Volgens mij is het helder. Volgens mij ook wel. Als je Jordi heet en je bent ergens in Nederland geboren en je hebt helemaal de tyfus gewerkt op de middelbare school en je denkt, ik wil bij Defensie, dan moet je voor een opleiding doen of een expertise hebben of solliciteren. Als je Lucas van Vollenhoven van Lippe-Biesterveld heet, van de som... Gelden net wat andere regels, hè? Dan gelden er gewoon andere regels. Ja. Want dan ben je in een rijk nest geboren. Ja. Dat is Defensie. Dag Tim. Hi, hallo. We hebben nog even contact met hem gehad en... Hij zou in principe best wel het gesprek willen aangaan of een interview willen geven. Mm-hmm. Maar dan wil hij wel graag weten wat jullie nog meer voor informatie hebben waar je mee wil confronteren. Want voor hem is het 16 jaar geleden. Hij weet ook niet precies meer wat hij op dag X of dag Y heeft gedaan. Ik denk dat voor jou 16 jaar geleden weet je dat ook niet precies. Dus dat zou hij dan wel willen weten. Dan is hij wel bereid om een interview te geven. Oké. Okay. Hey Klaas, goedemiddag met Jens van Boos. Ja, hallo Jens, hoi. Hoi. Had je ons mailtje gezien? Ja, heb ik gezien, ja. Ja, want jullie hebben toch besloten om niet in te gaan op het verzoek. Nou, we
met Christian over gehad. We hebben aangegeven, als jullie echt iets serieus op hem hebben, een serieuze klacht of een serieuze aanwijzing, dan heb je een andere situatie. Maar de vragen die vervolgens kwamen waren in het verlengde van wat we al eerder hadden beantwoord. He, ietsje verder. Maar ja, het is voor ons geen aanleiding om in te zien dat hier een serieuze zaak is. En wat dat betreft is dus ook een interview niet opportun. Die drie casussen bij elkaar lijken een patroon te laten zien. En in die zin zorgelijk, ik hoop niet dat dat patroon zich nog verder uit gaat breiden. Waar iedereen binnen Defensie jarenlang bloed, zweet en tranen moet leveren voor een rang als commodoor titulair, lijkt dat voor iemand van het Koningshuis niet zo te zijn. Waar iedereen binnen Defensie de orders van zijn meerdere moet volgen, lijkt dat voor een prins bij de marechaussee niet te gelden. En waar iedere burger moet solliciteren voor een baan bij Defensie, en waar iedere soldaat heel hard moet werken om te komen tot een officiersrang met bijbehorend salaris, hoeven onbeduidende leden van de koninklijke familie dat niet. Dan wordt er een traject op maat gemaakt. Het lijkt erop dat Defensie voor leden van het koninklijk huis en de koninklijke familie de regels gerust wil verbuigen. En het lijkt erop dat er een cultuur heerst waar het niet mag bestaan dat een Pieter van Vollenhoven dezelfde rang heeft als zijn zoons. Waar zijn zoon Pieter Christiaan niet gecorrigeerd wordt als er tegen beleid in wordt gegaan. En waar hun neefje Lucas een voorsprong geniet omdat hij in een rijk nest geboren is. Men hecht binnen de koninklijke familie en Defensie aan hun langdurende en hechte band. De vraag is misschien alleen ten koste van wat? Wellicht van gelijkwaardigheid, van veiligheid, van kernwaarden die bij de krijgsmacht horen. En dat in een tijd waar veteranen vaak aangeven dat ze slecht behandeld en opgevangen worden en in Oost-Europa een hevige oorlog woedt. Lucas zelf gaf geen reactie op onze vragen. En dan rest nu natuurlijk alleen nog de vraag, hoe ziet onze minister-president dit? Wat wij zien is dat er een voorrangspositie is voor mensen vanuit de familie en vanuit het Koninklijk Huis binnen Defensie. Is dat een goed idee? Ik denk dat dat niet zo is. Dat allemaal. Als dat wel zo zou zijn? Ja, maar dat is een als-dan-vraag. Ja, maar wij weten dat het zo is. Ja, ik stel de vraag niet zomaar. Nee, ik weet dat je dat altijd goed researcht, maar in dit geval denk ik dat je geen gelijk hebt. Denk ik echt hoor. Juist. Tot volgende week. Wij zoeken collega's. Kijk op werkenbijdefensie.nl voor de baan die bij jou past.